Oh, dat was hij al. Dat was wel helemaal. Ja, wel gaaf. Dus ik hoorde net, we hadden natuurlijk onze gast al online. Die zegt van, dat is wel heel gaaf om die even terug te horen. En we gaan hem even aankondigen. Tijd om even bij te kletsen. Met wie? Over wat? Dat merk je vanzelf. Nadat we het gesprek hebben gehad. De Avondclub presenteert Praatje Pot. Met Charlie Lono. Goedenavond, mannen. Ja, daar zijn we weer. Ja, wat leuk dat we jou aan de lijn hebben. Vind ik ook. Ja, hoe is het met jou? Nou, maar is goed. Ik sta op dit moment straks lekker te koken. Een lekkere risotto te maken. Een beetje apart wel, met pietjes. Dus hij is helemaal rood aan het worden. Oeh, kijk eens. En daar gaat dadelijk een stukje vis overheen. En ja, gezellig. Nou, maar goed om te horen, dus dat jij ook nog een lekker stukje kan koken. Dat klinkt goed, maar heeft dat allemaal te maken met coronatijd? Dat je daar wat meer tijd voor krijgt? Of hoe zit dat? Nou, het heeft er niet mee te maken met coronatijd. Wel dat ik er meer tijd voor krijg inderdaad. Maar koken, dat deed ik daarvoor. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Lekker creatief bezig zijn. Ja, dus creatief bezig zijn, dat is wel iets wat bij jou nog steeds aan de orde van de dag is. Maar zodra je petje opzet en het gaat achter tevoren, dan gebeurt er iets, of niet? Ja, inderdaad. Weet je, dan nemen we er even die rol aan, hè, van de DJ en dan gaan we even los. Ja, einde van het jaar staat hij gepland. Ja, 18 december staat hij nu gepland. Dus laten we hopen dat, dat het dan wel gaat gebeuren. Ja, want het was eigenlijk dit jaar geweest dus dat jullie zouden optreden. Dus jij samen met Mental Theo. Maar het zou eigenlijk afgelopen jaar geweest zijn, dus in 2020. Maar hij is doorgezet naar december 2021. En in de Ziggo Dome. En de kaartjes die kunnen al gekocht worden voor de final show. Nee, want de kaartjes die zijn al uitverkocht. Dat was vorig jaar al. Ah, dat ben je niet. Alles uitverkocht? Ja. Heb jij kaartjes? Ja. Helaas. Maar ja. Oh, wat goed zeg. Ja, maar dat zegt wel iets, hè? Want het lijkt wel alsof... want ik op mijn eigen jeugd wil zeggen, mijn kinderen zeggen... Maar, oh, Charlie Lono's, dat is gaaf, man. Gaaf, hè? Ja, dat zegt ze 16, 17, 18 jaar. En dan blijkbaar de muziek van toen is nu weer helemaal hip. Ja, ik vind het heel bijzonder. En ik moet je eerlijk zeggen, ook toen de tijd... toen wij begonnen met de voorbereidingen van die Ziggo Dome shows... en ook de tour erachteraan... Ja, toen hadden wij ook zoiets van, jeetje, maar wat gebeurt er allemaal? Wat hebben we eigenlijk gedaan in de jaren 90? Dat er zoveel mensen echt helemaal los zijn gegaan op die muziek. En ja, toen werd voor ons ook wel duidelijk dat er een klein stukje muziekgeschiedenis geschreven. Ja, absoluut ja. Want ja, jullie waren in feite de grondleggers van de rave. Ja, eigenlijk en wel, happy, ja. En happy hardcore, dus als ik happy hardcore, dan moest ik altijd aan jullie denken. Leuk. Ja. Niet alleen happy hardcore, Peter. Hè, jij bent de specialist. Ja, we hebben hier een fan. We kunnen ook wel hele vette mix maken. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb hier tegenover mij een echte jaren 90 man. Ja. Martijn die gaat helemaal los als hij jullie muziek hoort. Dus, maar je hebt ook nog een keer opgetreden voor, wat was het weer, in Durendam. Hoe was dat nou? Ja. Nou ja, dat was eigenlijk omdat op dat moment was alles in lockdown. Dus ja. Alles was ook dicht. En ook met Durendam was dicht. En de mensen, een van de managers daar zo, die kenden wij goed. En die wilden gewoon iets doen. Ook omdat ze een nieuwe attractie hadden die eigenlijk ook was gegaan vorig jaar de zomer. Nou ja, dat zat er natuurlijk in. En dus we vonden het hartstikke leuk om die attractie in het zonnetje te zetten. Nou ja, het zonnetje, eigenlijk in het licht te zetten, het was 's avonds. En toen hebben we op een gegeven moment met z'n allen een soort van show bedacht. Waarin een aantal DJ's dus langskwamen. En waaronder ik dan om af te sluiten daar. En dat was echt, dat was te gek joh, in mijn hometown. Is altijd heel speciaal, maar dan in een attractieparkje Madurodam, waar ik als vierjarig... kleuter voor het eerst kwam een beetje. Dus echt heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Het zag er ook wel heel erg... het was mooi opgenomen, zag er leuk uit. Maar wel zonder publiek, volgens mij. Ja, zonder publiek waren wel wat de technici bij. Maar voor een groot deel van het publiek... of eigenlijk helemaal zonder publiek, klopt. Ja. Je zei het al, van de jaren 90. Ja, je hebt, als je achteraf kijkt... van nou, wat hebben we toch weer voor elkaar gebokst in die tijd. Het was ook wel heel veel, hè? Ja, het was echt heel veel. En het was zo veel dat soms ook wel een hoop dingen gebeurde natuurlijk in mijn leven. En dat het ook wel een soort van worsteling was. Maar ja, als je je droom wil leven, dan moet je soms ook sacrifices maken. En
iedereen weet wel, denk ik, die zijn passie leeft, hoe dat in zijn werk gaat. Ja, zeker. Het kost natuurlijk heel veel energie. Nog heel even terug naar Wonderful Days. Ik las dat, dat jullie op een gegeven moment wat samples gebruikt hadden. En uiteindelijk heeft Albert West heeft jullie uit de brand geholpen in een van de koor. Dat klopt. Ja, we hadden inderdaad een plaatje geleend van Tony Ronald. En Tony Ronald was alleen de zanger. De producer was Daniel van Garden. Dat was het nummer Help, Get Me Some Help. Ja. En die hadden we toen heel netjes op 45 toeren gezet. Volledig onherkenbaar, maar niet heus. En toen kwam dus de originele rechthebbende aan de bel luiden. Die zeiden van ja, dat kan helemaal niet. Dus in eerste instantie wilde de platenmaatschappij waar we toen bij zaten, Polydor, die wilde toen regelen. En dat ging niet helemaal lekker. Nee. En toen moesten wij dus een coverversie maken. Maar ja, wij zaten in Australië. Oh ja. En ik hoorde dat toen ik net voordat ik het vliegtuig instapte van het plaat moet uit de handel. En je moet een coverversie maken. Dus ik kwam net uit Australië rollen met een jetlag van hier tot en met Sydney. En toen zijn we hals over kop gaan zoeken naar een zanger. Nou, Jan Vis, die de boekingen voor ons deed, kwam toen met... uit Rosmalen, ja. Ja, die kennen jullie wel uit Brabant. En die kwam toen met het idee om, Albert West dan de vocals te laten doen. Ja, en ja, dat was echt super. En dat werkte ook echt heel goed. En toen op een gegeven ogenblik, toen kwam hij ook met het idee om een koortje in te huren. Waren meisjes die ook bij Jan onder contract stonden. Van Mojoy heette ze geloof ik. Mojoy. En toen hebben we de Hammond toen ook laten naspelen door de toetsenist van een bandje. En zo zijn we eigenlijk op die coverversies gekomen. Ja, wat gaaf verhaal is dat. Jullie hadden natuurlijk ontzettend veel succes met Wonderful Days. En ja, succes, dat trekt natuurlijk. Heb je heel veel vrienden. Ja. Maar het slurpt energie. Hoe ben je er uiteindelijk mee omgegaan? Nou, in eerste instantie, ik ben toen een keertje oud gegaan op de bühne. En dat was eigenlijk een proces van veelvuldig gewoon over mijn eigen grenzen heen gaan. En gewoon, eigenlijk niet luisteren naar wat je lichaam je te zeggen heeft. Hè. En de voorbeelden die zijn natuurlijk in de vorm van Avicii. Maar noem maar al die mensen maar die op een gegeven moment zeg maar zoveel... dingen gaan gebruiken waardoor ze maar verder kunnen, maar daardoor ook allerlei dingen gaan onderdrukken, psychische dingen. En bij mij was het op een gegeven moment de maat vol. En iets in mij die een soort, ik noem het altijd de man met de hamer, die zei van als jij het niet doet, dan doe ik het. Dus toen ging ik tegen de vlakte in mijn hometown in de Assa. En ik was eigenlijk wel heel blij dat gebeurde ook op dat moment. Want ik ben van nature wel een pleaser. Ik kan heel moeilijk nee zeggen. En dat heb ik nu wel getackled hoor. Ja. Maar toen de tijd was dat echt extreem. En Theo was eigenlijk ook wel zo'n figuur. Dus wij deden 350 shows per jaar. Zo. En dat is natuurlijk extreem. En dan ook nog creatief moeten zijn en zo. En dat nekte mij. En dus toen ben ik gaan boksen. Met mijn broer samen. Die staat hier trouwens nou lekker in de risotto te roeren. Doe hem de groeten. Dat doe ik zeker de groeten van de jongens daar zo. Goed terug. En toen ben ik gaan boksen. Dus dat was... toen merkte ik al dat ik veel meer zelfvertrouwen kreeg. En dat ik op een of andere manier gewoon in een hele andere frequentie terecht kwam met mijn lichaam ook. En daardoor kon ik de optredens ook veel beter aan. En... toen iets later is meditatie op mijn pad gekomen. Denk een jaar of 2-3 later. En daar heb ik ook nog een boek over geschreven. En dat is vorig jaar uitgekomen. Ja, uiteindelijk heeft je leven veranderd. Het boek Zenles is ook te verkrijgen. En daarbij leg je ook uit van hoe ga je nou om met op een andere manier met energie. En je ziet jezelf als het doorgeefluik, las ik ook. Dus, klopt. Ja, maar wat goed dat je daar... En daar ben je ook heel erg druk mee, hè? Dus je bent ook zen-leraar. Klopt. Ja, dus dat kunnen ze ook vinden, hè? Als mensen meer willen weten, dan naar zen.nl. Ja. Nee, dat niet. Nee. We hebben vroeger gewerkt. Ik zit nu bij... ik heb nu mijn eigen bedrijfje. En dat is ramonroelofs.nl. Ja, dus ramonroelofs.nl. Je bent... Ja. Ik was even benieuwd. Je bent natuurlijk altijd geïnspireerd geweest... door mensen om uiteindelijk bij de muziek bezig te gaan. Is de grootste inspiratie je vader?
Ja, uiteindelijk denk ik dat ik gewoon ook wel de muzikale genen van mijn vader door heb gekregen. Dus mijn vader was drummer in een rockband. En ja, ik had dat niet zo in de gaten dat dat uiteindelijk ook wel zo geweest is. Maar toen ik op een gegeven moment een jaar of 13 was, liep ik een sociëteit binnen onder een kerk. En toen ja, zag ik daar een paar DJ's aan het werk achter een DJ-boot. En toen nog, weet je, dat was echt ja, begin jaren 80. Dat was denk ik 1 of 82. Ja. En toen zag ik die gasten draaien daar. En ik wist meteen van ja, dat is iets wat ik ook wil gaan doen. En daar wil ik gewoon alles voor opgeven. Nou, dat is in ieder geval heel goed gelukt. Dus, zeker. Ja, veel succes gehad. We gaan sowieso, willen we nog heel graag nog een plaat van je draaien. We hebben de restyle van City Streets, ook door Moreno geremixed. Dus als je dat oké vindt. Ja, en natuurlijk mensen die je willen volgen. Want het is wel baal dat er geen kaartjes meer zijn. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu zeggen, oh, wacht even, daar hadden we wel naartoe gewild. Dus er komt het nummer 2, denk ik, of niet? Dat denk ik niet. Ik denk toch dat er maar eentje blijft. Jammer. Helaas. Jammer. Ja, maar goed, dan moeten ze maar van de overlevering of op YouTube of zo, het zal ergens wel tevoorschijn komen. Dus ja, nogmaals, wil je meer weten van Ramon van de Mental Tio, wou ik zeggen, en Charlie Lonois, dan google maar eens even. Maar wil je meer weten van Ramon, dan ga je naar Instagram, Charlie Lonois, of je gaat naar ramonroelofs.nl. Klopt. Ja. Nou, dat hebben we goed afgefixt. Ik ga jou wel heel veel succes, mensen, en smakelijk eten daar met die risotto. Ja, dankjewel. En dat gaat goed komen. Ramon, dankjewel. Ja, we gaan je plaat draaien. Ramon, dus een hele, hele fijne zaterdag. En tot ziens. Hier was Charlie Lonois. Doei. Doei.